Hi, goedemorgen. Na een bijzonder slechte nacht, moet ik zeggen. Wessel is vannacht naar Barcelona gegaan. Wat op zich geen probleem is. Hij is bijna 21, dat moet hij lekker doen. Hij is lekker 5 dagjes daar, sightseeën. Maar wij gingen... Nou, ik ging om 9:45 slapen of zo. Dennis iets eerder, want die moest hem 's nachts wegbrengen. En toen kwam hij rond 11:30, 12:00 thuis. Dus toen werd ik wakker. Dat mocht, hij mocht mij wakker maken. Dan gaat hij lopen rommelen en zo. Dus val je slecht weer in slaap eigenlijk. Houdt hij zijn schoenen aan. Ja, je kent het allemaal wel. En toen ging Dennis er om 1:30 uit om hem weg te brengen. Daar werd je wakker van. Want ik kreeg een kus en nou, tot ziens en veel plezier en doe voorzichtig. En ik ken het allemaal wel. Ik heb mijn armbanden thuis gelaten. Want, nou ja, goed hè. Dat is een ander verhaal. Maar een vriend van ons is overvallen in Barcelona om zijn horloge. Echt heel heftig. Zo'n groep die echt zo op hem dook en naar de grond werkte en noem maar op. En Wessel heeft ook Cartier-armbanden, dus laat die maar thuis. Toen kroop Dennis op een gegeven moment weer naast me, dus dat merkte ik. Maar alle lichten waren aan. En, nou, hè. Want Wessel was beneden, want hij had een koffer ingepakt. Maar hij mocht helemaal geen koffer mee, hij mocht alleen maar handbagage mee. Dus hij moest alles weer overhuffelen in een duffelbag. Dus toen gingen ze om 3:00 eindelijk weg. Beneden. En dan word je ook wakker van. En toen werd ik wakker omdat Dennis naar zijn werk ging om 6:00. En toen werd ik om 7:00 wakker omdat ik moest plassen. En nou, zo ging het een tijdje door. Maar goed. Kan gebeuren. Vanavond om 9:00 slapen, denk ik. We gaan een full face van ouderen. Niet allemaal super oud, maar oudere Catrice producten doen. Dat leek me wel leuk. En ik wil eigenlijk ook een keer zo'n een half gezicht doen met de nieuwe producten. En een half met de oudere producten. Maar vooralsnog... nou, doen we dat. Dit is de Clean ID Pore Minimizing Primer. En die ziet er zo uit, maar het is heel dunnig. Dus ja, wat doet het dan, vraag je af, hè? Zie ik dat het wat doet? Ja, misschien wel. In mijn op te maken dingetje zit de Clean ID Vitamine C. Deze gaat ook maar niet op. Ik snap er helemaal niks van. Ik heb mijn gezicht natuurlijk al voorzien van de nodige skincare en zo. Er zit een fruppie in mijn oog. Ja, hoe noem je dat? Zo'n zandje. Maar die worden bij mij altijd heel hard. Ja, ik weet het niet. Het doet niet heel veel. Het voelt heel prettig aan. Het voelt een beetje als een soort lotion. Doet het heel veel? Dat weet ik nog niet. De Clean ID Hydro BB Cream. Ik weet niet of ze die nog maken eigenlijk. Dat hoop je dan maar, hè? Ik vind dit een hele fijne BB cream. En de kleur is ook bijzonder goed. Het heeft echt een neutrale ondertoon, waarvan je bijna zou zeggen het neigt een beetje grijzig.
zoals een BB cream betaamt, heeft het een lichte dekking. Maar ik denk niet meer dat ze deze maken. Ze hebben natuurlijk de Hydra Skin Tint. Of hoe heet dat ding? Heet dat de Hydra Skin Tint? Nee, die is van... hoe heet dat ding? De Clean ID. De Clean ID 24 Hyper Hydro Skin Tint. Ja, deze. Dus ik denk dat ze die andere ook niet meer maken. Maar hij ruikt gewoon goed, dus ik kan hem gewoon gebruiken hoor. Dan heb ik de Clean ID Catrice High Cover Concealer. Nou... ik heb wel iets te concealen inmiddels. Dat valt onder mijn ogen altijd wel mee. Maar nu heb ik wat te concealen, zeg maar. En ik had natuurlijk ook voor de skin tint kunnen gaan. Maar ik wil de skin tint lijn dus zeg maar naast de nieuwe foundation zetten. Dit is een hele mooie concealer. Zou ik zeggen high cover, maar niet per se. Maar. Ja hoor. Op zich niks mis mee met die concealer. Ik heb de Catrice All Matte Shine Control Powder in Healthy Look. Natural Glow. Dat doet hij ook echt. Even met een puffje. Hij is eigenlijk te donker voor onder je ogen. Als je nou echt je ogen wil laten oplichten, zeg maar. Dat wil ik niet. Maar stel dat je dat zou willen, dan moet je deze niet nemen. Daar is hij echt niet geschikt voor. Want hij is echt wat donkerder, zeg maar. Doe ik altijd even om de rimpels hier... hier nog een klein beetje. Ja, dat is wel genoeg. Ziet er nog steeds mooi uit. Voor de... ja, ik weet niet. Ik heb een heleboel... oh nee, dit is een gewone. Dit is de Catrice Eyebrow Stylist. Zal ik hem eerst even slijpen?
Ja, het is een potlood. Ik vind hem een beetje hard. Ik hoor sommige mensen zeggen dat ze hem heel creamy vinden. Dat vind ik niet. Het is wel zo, hoe harder je drukt, dan komt er flink wat pigment af. Maar echt creamy, nee. Ja. Weet je, het is prima, ja. Het enige wat ik eigenlijk echt bijteken zijn de staarten. En dat is het. Dit is dan, ja. En dan heb ik nog wel een Catrice Volume and Lift Brow Gel ook. En die heb ik wel in een kleur. Ja, en ik dacht dat is leuk voor die video. Maar eigenlijk gebruik ik dit soort producten niet. Weet je, als ik mijn wenkbrauw zo omhoog kan, dan blijven ze gewoon zitten. Maar goed. Hè? This is it. Ja, ik doe ook niet 20 minuten over mijn wenkbrauwen. Dus dat scheelt. Dan heb ik de Sun Lover bronzer, dat is deze. En dan pak ik even een kwast bij. Wat me opvalt bij die baked producten van Catrice en van Essence trouwens ook, is dat ze altijd heel gepigmenteerd zijn. De bronzer. En dan heb ik wil zeggen, 2 of 3 updates geleden hadden ze de cheek. De Cheek Lover Oil Infused Blush in Blooming Hibiscus. En ik dacht, het is misschien wel leuk. Dit zijn allemaal van diezelfde baked verpakkingen. Om dan een beetje allemaal dezelfde trant producten te pakken. En daar heb ik ook een. Nou, pak ik weer mijn bril. De Glow Lover Oil Infused Highlighter in Glowing Peony. Dat is deze. Dat zijn allemaal een beetje van die baked. Het is heel subtiel hoor, dit. Als je highlighter zoekt. Hij zit hier. Zie je? Puntje van mijn neus. Als je highlighter zoekt, dan is dit hem niet. En nou heb ik geen Catrice mascara. Dus dan doen we een Essence mascara. Wel. Ja, maar dat is een nieuwe. Ik heb de nieuwe van Catrice. Zal ik die dan doen? Wacht even hoor. Dat is deze. Die False Lash. Nou, laten we die dan maar doen. Want ik heb geen oudere mascara's van Catrice.
Wat ik vaak doe, is dat mensen zeggen aan het begin en dan moet je zo wiggelen, zeg maar. Ik zet hem dan daar neer en dan ga ik gewoon knipperen. Dat hebben we ons eigenlijk aangeleerd in de tijd dat we net met make-up begonnen. En mijn nichtje mij altijd ging opmaken. Ik vond het eng aan mijn wimpers. Dus zij zei altijd: ik hang stil en dan ga jij knipperen. En dat doe ik eigenlijk nog steeds zo. Ik kan ook wel. Oh, de hele dot aan. Ik kan ook wel echt zo en dan. Wiggelen hoor. Hij is nog een beetje nat. Ik heb een beetje gemorst. Maar nou ja, dat halen we zo wel weg. En dan heb ik voor lippenstiften heb ik de bril. Heb ik een heleboel. Want ik heb een heleboel lipstift van Catrice. Maar dit is de Clean ID Ultra Shine Lipstick. Ultra High Shine Lipstick. En dit is de kleur Nude Beach. Beach. Ja, peach. Dat is zo'n kartonnen verpakking. En dit is geen nude hoor. Oké, eerlijk. Als dit een nude is, dit is een berry. Dit is een berry. Dit is een nude. Even het verschil. Wel hele mooie kleur. Even de mascara foutjes wegwerken. Dit is hem. Een full face met oudere Catrice producten. Eigenlijk heel makkelijk. Op de bronzer was extra, want dat gebruik ik nooit. En de highlight ook een weinig. Maar een beetje een everyday look voor mij. Een iets donkerdere lip. Maar op zich wel mooi, denk ik. Ja, die producten zijn allemaal heel erg prima te gebruiken nog. En het is ook leuk om dat zeg maar te doen, want het draait niet alleen maar om nieuw. Ik moet het nieuwste, ik moet het nieuwste, ik moet het nieuwste. Dat, weet je, dat kan gewoon eigenlijk niet. En dat doen we allemaal wel veel, zeker op YouTube. Maar ik denk dat zeker in de tijden die nu spelen, dat mensen zich daardoor niet moeten laten verleiden. Weet je, koop iets leuks aan make-up voor je het kan, als je het kan. En zo'n Catrice ding kan je heel. Sorry. Oh, kan je heel veel plezier van hebben. En dat is niet zeg maar net zo duur als een Chanel. Dus voel je niet verplicht om ook alle nieuwe dingen die uitkomen en zo te gaan kopen. Verder ga ik niet moraal ridderen, want dat weet iedereen kan voor zichzelf beslissen, neem ik aan. Nou ja, dit was de look voor vandaag met oude Catrice. Oudere, niet oude, maar oudere Catrice producten. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Leuk dat je er weer was. Of dat je er voor de eerste keer was. Hoi, welkom op mijn hobby YouTube kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Like en subscribe. Doei!